Welkom en leuk dat jullie weer kijken. Mijn naam is Dirk en deze dag zijn we gaan magneetvissen. We zijn het water in gegaan met de prikstok en magneet. Te gekke dingen gevonden. Ook zitten er twee bloopers in deze video. Dus dat wordt sowieso lachen. Ik ben sportief geweest. Ik heb ze erin gelaten. En ja, wanneer de video gaat starten zijn we meteen al in actie. Dus ga lekker kijken, hier komt ie. We hebben de kluis van de... Ja, jongens, jullie zien het kleine koppie. Het ziet er raar uit. Is hij ook. Ah, nice. Even kijken of we de camera kunnen positioneren. Of zullen we hem gewoon lekker uit het water halen en de kant op zetten. Ja. Ja, we gaan hem eruit halen. En dan komen we zo bij jullie terug, mensen. Tot zo meteen. We hebben de kluis op de kant. We hebben wel al gezien dat er een gat in de achterkant zit, maar je weet maar nooit. Dat is mega zwaar. Ja, toch nog een vindersloon, €2,50. Ja. Lekker bezig. Check hem weer. Oh nee, nog een muntje. Oh. Kijk. 2,70. Hebben we dan nog wat? Ah, er zit nog meer in. Ah, er zit toch nog wel wat centjes in. 2,90, €3. 3 euro, mensen. Mooi. Oh, dat is ook een schelpje. Dat is water. Ah ja, hier nog één centje in de hoek. €3,20. Hoor dan. €3,20. Nou, ik kan nagaan hoeveel geld er misschien wel niet in heeft gezeten. Het is alweer een productief dagje. Ik vond net deze kleine koevoet. Dus het is weer raak met een koevoet. En toen zei ik voor de gein, nou als die koevoet er ligt, dan moet er nog meer liggen. En nou gaat het komen. Let goed op. Let goed op. Want we hebben hier zo. Even kijken. Dan moet ik het zelf ook weer eventjes zoeken. Hier komt hij dan. Dit is de verrassing van de dag. Ik vond dus die koevoet. En ja, jullie zien het al. Dit is een tas met een kluis erin. Hoe gaaf is dat? Staat er players op? Players, oh ja, players. Dat had ik nog geen eens gezien op players. Maar, ja, de deur is er al helemaal uit, kijkers. Dat is jammer zeg. Maar goed. Een dennenappel. Geen inhoud, maar toch wel grappig, met een tas en al, hè? Dan maakt het ons wel iets spectaculairder, ja. Een kluis met tas en al en een koevoet. Misschien dat er nog wat in de tas is gevallen, dat zou kunnen. Dat weet je natuurlijk ook niet, hè? Nou, het wordt nou wel even tijd voor een spectaculaire vondst. Echt, hè? Zij kan een brand hebben. Ik heb wel een zakje met een, er zit iets in. Iets magnetisch. Oh, een zakje met allemaal muntjes. Hij scheurt kapot. Ligt alles in water? Nee, ze zijn allemaal magnetisch. Oké. Okay. Kijk, wat geinig joh. Ik wou hem ervan afhalen, maar toen scheurde die kapot. Oké. Okay. Het was een trrrr. Ja. Ja, top muntje in de pocket. Allemaal 2 centjes. Oké, kijk hè. Oh nee, 1 centje zelfs. Oké. Nou, misschien zijn ze wel wat waard.
Je hebt bepaalde munten die zijn heel bijzonder, omdat ze weinig gedrukt zijn. Ja, klopt. Dus je weet nooit waar het goed voor is. Kijk eens wat ik nou weer heb. Gewoon een brommer uitlaat. Hop, hop, gas erop. Tomossie. Kopen, 5 euro. I love you. Magnet fishing. We love you. Oh, sole mio. Da, 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 da. Nou kijkers, de vondsten worden steeds gekker. Ik haal er nou gewoon een kinderwinkelwagentje uit van de Albert Heijn. Hoe gek is dat? Je mag mij zwaaien in de camera. Jullie willen zwaaien in de camera? Wat moeten de mensen doen? Abonneren, op wie? Op PinkMD. Heel goed. Op PinkMD. En dan nog een like. Ook nog een like, ja. Blauw duimpje omhoog. Like. Iedereen die kijkt, abonneer en like. Ja. En op alle filmpjes. Heel goed, top. We hebben het. Mooi, dat is een mooie blooper, die gaat erin. Ik heb een hamer gevonden. Dat wou ik even laten zien. Ja, er ligt hier zoveel op de bodem, je kan nog geen eens normaal lopen. Echt, het is ongelooflijk. En wat is dit nou eigenlijk waar ik over struikelde? Ja. Hier struikelde ik over. Dat zal ik ook even weghalen. Jijtje. Citybike, steppie, nog mooie wielen zitten eronder. Zet hem eventjes bij de rest. Serieus, schoenlepels. Ook, moet niet gekker worden. Fietspompen, alles. Hier, derde hangslot al. En deze gave fiets hebben wij net gevonden. Kawasaki. Ja, het is geen 125 cc. Maar goed, wel te gaaf. Een prachtmotor crossfiets. Kikker hoor. Ja, leuk. Papa, ja. Een stukje naar voren. We krijgen een tip dat hier een kluis ligt. Hij moet hier ergens liggen. Ja, hij moet daar ergens liggen. Nou jongens, breekijzer 2 hebben we ook. Even kijken hoor. Ja, hij moet wel liggen. Of zijn mond weer eruit gaan, maar... Ja, dan zouden ze die breekijzer ook nog uit hebben moeten houden. Ja. Kijk hoor. Ik ben echt precies... Zie je dat lichte vlekje hier voor je neus? Ja, dat doen we eens, hè? Daar is het hier. Dat stuk. Ja.
Ja, ik blijf wel ergens hier aan zitten. Oh ja, misschien is hij wel. Maar ik weet niet wat dit is. Dit voelt aan als een pijp of zo. Nee, dit is gewoon een stuk fiets, geloof ik. Wat hier ligt. Dus eigenlijk als je een beetje naar achteren, ja, hij weet dan waar. Ik moet heel altijd klein halen, maar ik zie het zo wel. Yes. Hoe lachen dit, of niet? Ja, het is helemaal goud, joh, dit. Uit de deur nou, of niet? Ja. Nou, ah, ik heb een kluis deur? Volgens mij wel. Een klapstoel. Nee, is geen kluisdeur. Oh. Geen kluisdeur? Ah, dat is jammer. Ik zou pijn zijn in de stil gelijk kijken. Hoi! Kijk, de vondst gaan eindelijk komen. Nou, een breekijzer, dat is echt ook wel goed. Laat hem even zien. Laat even die breekijzer zien. Angelo die haalt er ook een breekijzer uit hier zo. Dus zal de tweede breekijzer vandaag. Tweede breekijzer, kijk eens. Plons, plons. Kijk jongens. 1 punt afgebroken. Maar ja, wat doen we eraan? Jammer dan. Dit is de mooie breekijzer. Ja. Ah, leuk man. En, we zeggen, als er breekijzer ligt, ligt er meer. Ja, dat hadden we net ook al gemerkt, ja. Dan moet die een mooi tasje. Dan moet die kluis er ook liggen. Ah, ja, die man zei het al. Er moet de kluis liggen. Nou, gas erop dan maar, hè. We zijn niet te stoppen. Ja, ik heb hem. Heb je hem? Ja. Angelo, die zit vast. Nou, dan gaan we nou eens eventjes nog even kijken, hoor. Laat jij dat eens even zien. Zullen we hem er samen uit halen? Poem. Is dit hier met die... Hier staat hij. Oh ja, dat voel je ook op, ja. Ja, het klinkt ook echt als een kluis, hè? Maar... Ik heb niet aan mij vast. Oh ja. Even kijken of ik hem met dat hoedje... Kijk, ik heb beweging. Ja? Ja, ja, hij komt los. Hij komt los. Kijkers, hij komt los. Ho, ho. Hij komt los. We gaan hem langzaam aan naar de kant werken. Zoals we dat bij die andere ook deden. Ja, juist hem. Ah, weer een kluis. Te gek. Even de camera bijdraaien. Te gek. Weer een kluis. Even gek. Te gek. Mooie afsluiter vandaag. Hè? Ja, andere hoek nog. Of andere rand nog. Ah. Ja, ja. Hij komt in zicht. Hij komt in zicht. Dat is hem. Even een beetje gericht uit. Al die rieten. Zet de papiertje. Het is een papiertje. Ja. Ja. Kom op. Oh. Oh. Kijkers. I'll be back. Get to the chopper. Come with me if you want to live. Er zit helemaal onder. Eerlijk waar. God, kom onder. Oh mijn god, wat gebeurt er? Oh, een kluisje eruit halen. God, kom onder. Heel je haar zit vol. Nee hoor. Ja man. Ja, aan de andere kant. Bij je vingers kwamen. Hier zo? Aan de andere kant. Ja, daar. Nog veel meer. Veel meer. Ah.
Geweldig, jongens. Dit is een van de mooiste video's, eigenlijk maar. Dit zijn wel 100 blauwe duimpjes waard. Godverdomme. Jouw hoofd. Waar? Ja, je ogen, alles is vol, man. Oh. Holy shit. Hier zo'n mooi vakje in mijn pak zitten. En daar stop ik dan alle muntjes in die ik de hele dag aan het opvissen ben. En ongemerkt loopt dat toch wel lekker op, zo te zien. Kijk eens eventjes, joh. Lekker handje vol, hoor. Oh. En die doen we even hierin. Ik vind nog wat. Een leuk hangertje. Met allemaal hartjes, een soort armbandje of een bedeltje. Ook grappig. En dit mes haal ik er net nog uit. En dit geldkistje. Jammer genoeg leeg. En jij hebt ook nog wat in je handen? Ja. Nou ja, het is niet zoveel als vergeleken, vink. Maar ja, ik heb in ieder geval een paar. En toch een mooi sieraadje. Ja, is mooi scherp gesteld. Nou ja, op 10 centjes, 5 centjes. Okay, jongens, ik ben helemaal tevreden. Het was weer een te gave dag. Hoeveel kluizen in totaal? 3 geloof ik. Drie kluizen, een geldkistje, 2 koevoeten en een mooie BMX crossfiets. Ja, te gaaf. Allemaal gekke vondsten, joh. Ik hoop dat jullie met plezier hebben gekeken. En hoe leuk was het dat de jongens nog eventjes in de camera wouden zwaaien. En jullie hebben gehoord wat ze zeiden. Dus doe dat eventjes. Zet het belletje erbij aan. En dan word je automatisch op de hoogte gehouden van nog meer leuke avonturen. Voor nu bedankt voor het kijken en tot snel!